Ja, schildklier. Straks door het denken. 98,3% is psychosomatisch. Het komt voort uit het denken. Dus is het belangrijk om het denken onder controle te brengen van de Heilige Geest. Dat ga ik eerst doen. Wil je het wel even afzetten? Is iemand die het even aan kan nemen? Ja. Ik ga eerst even dus ja. Onder de krijgsgevangenen zetten van de Heilige Geest. Halleluja. Ik laat me arresteren door de Heilige Geest in Jezus naam. In Jezus naam ben je gearresteerd onder de Heilige Geest. Je voeten zullen bevrijd zijn om de liefde van God te aanvaarden. Je voeten zullen bereid zijn om de plek die God je heeft gegeven, om die te aanvaarden in Jezus' naam. En nu op dit ogenblik trek ik je overeind. En zal je opnieuw geboren zijn in de geest van God. Halleluja. Halleluja. Nog niet. Dat lukt niet. Ik spreek uit zelfervaring. In de naam van Jezus zeg ik tegen jouw geest. Ik gebied jou nu zelfervaring en zelfliefde te krijgen. En ik ontbind elke vorm van hoge bloeddruk. In de naam van Jezus. En ik zeg tegen jouw schildklier. Ik gebied je in de naam van Jezus om normaal te functioneren zodat God het heeft bedoeld. In Jezus naam. In Jezus naam. In Jezus naam. En ook de suiker, elke vorm van zoet, snachten naar liefde. Nu zal je de liefde van God ontvangen. In Jezus naam. Ontvang zijn liefde. Ontvang zijn liefde. Ontvang zijn liefde. En elke boosheid. En elke vorm van boosheid. Ik gebied het in de naam van Jezus om eruit te gaan. Eruit! In Jezus naam. Nu eruit in Jezus naam. Halleluja. Halleluja. Er gebeurt iets met Lucia. Ze zei gisteren tegen mij, gaf ze mij een berichtje van ik word zo aangevallen. Ik zei, dat is de duivel, kun je nog één dag terroriseren. Maar vandaag is het de dag dat je vrij zal worden. Vandaag is de dag gekomen dat Jezus de grote verlosser is in haar leven. Want wat ziekenhuizen die kunnen doen, dat is mogelijk bij God. Amen. Amen.
maar even lekker liggen. Heilige Geest, doe je werk maar. Meer en meer en meer en meer in het leven van uw ziel. Vader, op elke plek waar niet mensen bij kan. Heer, daar kan u bij. Raak hem maar aan. Genees. Jezus. Halleluja. Jezus naam. Jezus naam. Halleluja. Krijg allemaal seintjes van elke kant, maar ik begrijp het niet zo. Af en toe dan moet je dat niet willen. Hè? Daarom. Hoe gaat het met jou, Robbie? Hoe gaat het met jouw tumor? Dat is helemaal weg. Nee. Nog niet.